Goedemorgen bij deze nieuwe vlog. Vlog 83. Ja, nu wel goed. Ja, het is nu 20 december. Ik ben net 8:30 geweest. Ik heb al eventjes hiervoor eventjes in met lofvlieg lopen. Ik ga zo eerst eventjes wat eten en wat drinken. En dan ga ik eventjes een normaal blokje doen en met mijn twee dametjes. Dan ga ik jullie ook, denk ik, even meenemen. Maar ik weet niet hoe, maar dat maakt niet uit. Of alleen met mijn telefoon en anders gewoon op mijn vlogcamera. Ja, yep. Want ik wil alles vastleggen hoe ze groeit, et cetera. En hoe ze speelt. Dan wil ik jullie gewoon lekker meenemen. Dus in mijn dagelijkse ritueel met mijn twee lieve schatjes in plaats Kadavers. Ja. Want ik kreeg gisteren te horen van mijn moeder dat Kadavers dus een dood iets is. Dus nee. Dus ja, dan ga ik maar gewoon en met mijn twee lieve schatten. Ja, en met mijn twee meiden. Ja, eentje is een meisje en eentje is een meid. Ja, ik heb het over jou, ja. Ja. Dus ik zou zeggen, heel veel kijkplezier gewenst. Nou, ik heb al de honden even uitgelaten, maar even twee uitlaten en dan nog een puppy erbij. En dan ook nog een vlogcamera. Nee, dat gaat hem gewoon niet worden. Want Lovely die moet ook even trainen en leren dat ze dus ook een tuigje nu even om heeft. Een kattentuigje dan wel, maar dus ook aan de lijn moet leren lopen. Ja, dan vindt ze eigenlijk nog helemaal twee keer, drie keer niks. Dus ja, dat is eventjes behoorlijk pittig trainen. Dus misschien als ik iemand dus nog weer een keertje bij me heb, zoals Roderick. Maar daar even wat later meer over. Daar kom ik nog een keertje op terug. Dus ja, dus dat is eventjes pittig als je alleen loopt met twee honden. Eén volwassen hond en één kleine hond. En als de kleine doorloopt en de andere heel rustig door blijft sukkelen. Van oké, het zal wel. En je wilt doorlopen, ja, dan is dat een beetje vervelend. Maar oké, geeft niet, hoort er allemaal bij. Ja, trainen. Ah, joh. Toch helemaal goed, ja. En nou is er weer iemand aan het spelen, ja. En dan heeft ze even ruzie met Speedy, zei de gek. Ja, Speedy, kijk maar. Ik weet niet waar ze is. Daar is Speedy. Ja, die gaat nu heel snel de krap al in. En dat is Lovely. Waarom ben je nou zo aan het etteren dan? Wat is het dan? Is dat een heel, heel klein lief hondje, Speedy? Is dat een heel lief klein hondje dan? Ja, hè? Hey, Draki. Ook nog eens een keertje in beeld, hè? Hé, hey, Speed, het is even allemaal wennen, hè? Ja, hi kerel. Ja, hè? Zal ik nou ook even eten geven? Moet ook gebeuren, ja. Maar nu ga ik eerst eventjes een home tour kijken van de Happy Family. Ja, die ga ik nu eerst kijken. En ik vind, en dat ze het tof doen, en naar, ja, gewoon, ja. En ze hebben gewoon een druk bestaan en toch alles doen. En ja, topper. Ja, ik laat jullie even zien hoe mijn werkplek eruit ziet. Ja, ik heb net een lekker warme bak chocolademelk gehad. Jullie zien dat het 11:21 is. Ja, dit is mijn bureautje, om het zo maar te zeggen. Ja, hier heb ik dus lekker een box en waar ik altijd een voet op heb. Nou, daar slaapt mijn kleine meisje. Maar oké, heb ik hier het een en ander bovenop staan. Ja, het is een beetje chaotisch. Nou, ik heb hier een hoop spullen en dan heb ik hier ook nog mijn administratie liggen. Op mijn salontafel, kijk. Ja, en dat schiet niet echt op. Dus ik ga even meedoen met het huisje Weltevree van huishoudcoach deel 2. Administratie werkplek maken van Janneke. Dus Janneke, dank je wel. En ik ga er ook wat mee doen. Dus ja, ik ben super blij met jou. Ja, dank je wel. En dan ga ik filmen en dan ga je daar liggen. Ja, oké. Hey, die.
Messi, Messi. Leek die. Hey. Ja, lekker meisje van mij. Hé? Ja, je bent lief. Ja. Goed kind. Dat is een klein kindje. Jij bent lief. Ga spelen. Ja. Hey, ga spelen, lady. Ga spelen dan. Lovely, kom dan. Hey. Lady, ga kijken dan. Ga kijken bij Lovely. Ga kijken. Hé, hey, meisje, ga spelen met Lady. Ga spelen met Lady. Ga spelen met Lady dan. Lady, ga spelen. Zo, doink. Ga spelen met Lady dan. Lady, ga spelen met Lovely. Kom. Ga spelen dan. Ga spelen, kom. Ja, ga spelen. Niet bij mij, nee. Spelen met Lady. Ja, spelen. Niet? Nou, Speedy, doe niet zo lelijk. Hé, hey, jij bent lelijk. Ja, en dat is een bad en dat is een emmer, ja. Ja, ga lekker schoonlikken, ook goed. Het ziet er hier weer niet uit, maar oké. Die wil spelen. Oh, geweldig. Ja, kom. Ja. Mhm. Ja, right. Mag ik lachen? Ik lach al. En er zit daar eentje helemaal bovenin. Nou, toen zat zij weer hier. Gaat helemaal goed. Hey. Lovely. Ik wou net een foto van jou maken. Het is mij niet gekund. Vandaag. Nee. Het is mij niet gegund om foto te maken. Is niet leuk. Nee, jammer dan. Niet meer interessant het bord? Nee? Kom dan. Lovely. Lovely love. Waar is je potje? Je potje. Waar is je potje? Hey. Je bot. Ga je bot pakken. Ga je bot pakken. Kom maar. Ga je bot pakken dan. Kom. Ga je bot pakken dan. Niet? Waar is je botje? Lovely. Kijk eens. Nee. Geen zin? Nee. Geen zin. Ja. Goed zo. Dat moet ook gebeuren, hè? Ja, sorry mensen, maar ze doet het helemaal goed.
Zo, nou, de kleine is lekker aan het spelen met de speelgoed. En met de smiley. En Lady is lekker aan het kleuven. Geslagen, vandaag, ja. Mijn jongen. Ja. Precies. Gezellig. Even een speelkwartiertje. En nou zijn ze lekker bezig allebei. Nou, dat is lief. Nou, ik heb dus een bakje. Daar heb ik dus alleen maar eigenlijk alleen maar kabeltjes in. Wat jullie wel kunnen zien. Zo, even licht. Dan doe ik het weer licht en dan zien jullie weer niks. Nee. Kijk, kabels heb ik dus hier alleen maar dingetjes in. Daar zitten dus allemaal mijn kabeltjes in. Lekker makkelijk. En dat gaat dus daar weer bovenop. Ja. Nou, ik ga de beestjes even eten geven. En zo gaat het er momenteel even aan toe. Lovely. Nee, niet de grote mensenbrokken. Zo. Jij eet eten, hier al jonge dame. Yeah. Zo gaat Lovely dus eten. Ga ik even draaien, zodat jullie wat meer kunnen zien in het licht. Want zij eet dus 's middags, want als ik dat dus 's avonds doe, dan kan ik dus opruimen. Nou, 's middags, rond deze tijd, 12:30, dan krijgen ze even eten. Hey, Messi. Ja. Ah, Lovely, ja. Ja. Messi, wat is je dan? Ga maar eten, baby. Ga maar eten. Niks eten? Lovely wel hoor. Die heeft altijd honger, zeg maar. Hè? Jij niet. Nee. Ik doe even je bakje naar mij toe, meid. Zo. Ja. Even de bak weer naar mij toe. Ga je erbij liggen, schat? Ja? Ga je erbij liggen dan? Hoef jij niet eten? Nee. Lady, hoef jij niet te eten dan? Nee. Hoef je niet. Lovely wel, hè? Ja, dat is mijn slipper die jullie zien. Maar oké. Ja, is bijna weer op, hè, meisje. Pip die brokjes, hè? Ik denk, ik ga even snuffelen bij de schotelwijfie. Dat is lekker. Doe ik even naar jou toe, want anders ga je weer een beetje poten in de bak. Hé, meisje? Dat is lekker, hè? Lady ligt erbij. Die heeft echt zoiets van, oké, het zal allemaal wel. En zij staat nog lekker te eten. Hé, meisje? Lig jij lekker dan? Lig jij lekker dan? Nee, we gaan niet de grote mensenbrokken eten. De grote mensenbrokken, hoor mij. En de grote hondenbrokken eten. Dat gaan we lekker nog niet doen. Hé, meisje. Ben jij lief? Jij, je bent lief, hè? Ja. Ja. Poot je er helemaal tegenaan. Nu weer niet. Hé, lekker, hè? Ja. Ja, lekkere meisje. En zijn camera. Ja, eventjes de kroeg in. Eventjes op stap. We zouden niet te gek doen. Ja. Van het een kwam het ander. Het liep weer uit de hand.
En ik ben weer een stukje film kwijt. En hoe ben ik thuis beland? Mijn vrienden opgebeld. Ik wil het toch wel weten. Maar niemand die me vertelt wat ik uit heb gevreten. Vertellen wat ik heb gedaan. Stop, schat. Nee, hier nog een klein beetje. Moet je niet meer, jawel toch? Wij vertellen wat ik gisteren heb gedaan. Naar de maan. Is de medicijn. Vanavond weer de hort op. Een biertje meer of minder. Alleen ik drink wel een biertje, maar dan alcoholvrij. Kan mij vertellen wat ik gisteren heb gedaan. Gedragen heb ik niks gedaan. Dat is van wie kan mij vertellen, een officiële video. Nou, ik ben weer even met Lofty even buiten geweest, want die heeft goed gegeten, wat jullie wel hebben gezien. Ja, alleen ik krijg dus net er alweer een opmerking, want ik heb een buurvrouw, die kijkt dus ook mijn vlogs. Ja, dankjewel, maar laat dan ook eventjes een reactie achter. Dat vind ik nou leuk, als je nou ook gewoon eens een keertje een reactie achterlaat. Ja, ik weet en dat Lofty groot wordt, dat weet ik. Maar, lieve mensen, ik heb dus ook een andere husky gehad, maar dat ging dus gewoon niet. Nee. Maar, verhaal kort te maken, dat maakt niet uit, geeft niet. Maar nu heb ik dus Lofty vanaf pups. En dat gaat dus wel goed met deze twee. Ja, ik ga eventjes mijn deur openen doen. Heel donker, ja. Dit is heel donker, zo. Ik weet wie het is. Ja. Dus, als je mijn YouTube-kanaal kijkt, zou ik het leuk vinden om dus een reactie te krijgen. En dan niet gewoon zeggen tegen mij in mijn gezicht van ja, het wordt nog wat. Ja, dat weet ik. Lofty wordt groot. Ja. Het is een border collie malamute, dat weet ik. Maar alsjeblieft, als je mijn filmpjes kijkt, laat dan ook een reactie achter. En je hoeft niet te abonneren, helemaal niet. Maar alsjeblieft, ik vind dat leuk. Dankjewel. Hey, jullie daar. Ja, daar ben ik nou ook weer. Ja. Ja, wat ik dus net al zei, ik vind het leuk om gewoon een reactie te krijgen op mijn YouTube-kanaal. Ja, maar dat zouden jullie toch ook leuk vinden. Ook al kennen jullie die persoon niet en je hoort in één keer van ja, maar ik kijk jouw vlogs ook. En dan toch helemaal geen reactie achterlaten. Nou, ik heb zoiets van, je kijkt ook, laat dan eens even een leuke reactie achter. En dan ook gewoon een blauw duimpje. Abonneren hoeft niet, mag wel. Het is gratis. Ja, en daarbij, buuf, ik weet dat je kijkt. Ja, ik vind jou gewoon een hele goede topwijf. Hoe je het ook doet met je hond, top. En ik ben ook onwijs blij hoe je het doet met je hondje. Ik noem even geen namen, je weet dat ik jou bedoel. Ja, en ik ben ook super blij dat je over 3 dagen je hondje alweer 1 jaar bij je hebt. En ik ben daar ook trots op. Hoe je het flikt. Hoe je het doet. Met je dochter. Ja. Je flikt het toch maar weer. En ik heb respect voor je. Ook al laat ik het niet altijd zien. En voor mijn andere buren ook niet. Maar echt, in mijn achterhoofd heb ik gewoon respect. En voor iedereen. Ook al mag niemand mij allemaal. Heb ik bout aan. Ik leef gewoon mijn eigen leven. Zoals jullie dat ook zullen doen. En ja, ik zou zeggen, dank jullie wel weer voor het kijken. En vinden jullie deze vlog zo leuk? Doe vooral dat blauwe duimpje omhoog. Laat een reactie achter. Abonneer even op mijn kanaal. En doe het belletje aan, want dan blijf je op de hoogte. Ik zou zeggen weer dankjewel voor het kijken. En tot morgen. En tot vlogs. Doei!